Op dit moment vieren we de 100ste geboortedag van Shinkichi Tajiri. En deze geboortedag, dit jubileum, dat vieren hier in Limburg twee musea. Het Bonnefante Museum in Maastricht met de expositie A Restless Wanderer. En hier in Van Bommel van Dam in Venlo, Along Homecoming. Hoe kwam Tajiri dan thuis hier in Venlo, of beter gezegd in Baarlo? Daarover gaat ons alles vertellen de curator, een van de curatoren van de expositie, James Hennen. En bij ons in het museum ligt de focus op Kasteel Scheres. Dat is de woon- en werkplek van Shinkichi Tajiri. Dat is een kasteel dat hij in 1962 betrok in Baarlo. Dat is 7 kilometer hier vandaan, om de hoek. Zijn echtgenoot Ferdi, die ook een waanzinnige kunstenaar is, die reed over Napoleonsbaan, dat gaat door Baarlo. Die zag daar een bouwval, een oud kasteel, helemaal vervallen. Zij zag het, dacht het is een perfecte werk- en woonplek voor ons. Dus zij kocht het op en renoveerde dat gedurende een periode van ongeveer 30 jaar. En ze hadden heel veel internationale kunstenaars die ze kende uit Parijs over de vloer. Bijvoorbeeld Jacques Doucet, een vriend van de Cobra-beweging. Hier hebben we dan ook een heel mooi werk van Dorothy Iannone, een hele goede vriendin van Tajiri. Dit is ook een werk die zij speciaal voor hem heeft gemaakt. Het staat er ook op vermeld. For Shinkichi, with all my heart, Dorothy. Mij persoonlijk zijn de favorieten denk ik de machines die hierachter staan. Dat is heel tof om te denken dat die in de jaren 60 gemaakt zijn tijdens de Space Race. Waar de Sovjet-Unie en de Amerikanen, die willen als eerste iemand op de maan hebben. En die zijn, ja, science fiction is volop televisie en deze beelden zijn dan ook in die tijd super futuristisch. En nu, om te zien, heel bijzonder retro met alle mechanische aspecten. Wat we ook laten zien verderop, dat zijn dus de knots, knoopsculpturen. Ook eind jaren 60, ook uit de periode waar kunst, moderne kunst, ook best wel moeilijk begint te worden. Conceptuele kunst, wat moet ik ermee? En Tajiri zoekt dan naar een soort van een helder motief dat iedereen, ook vanuit diverse culturele achtergronden, zou kunnen begrijpen. En hij komt daar dus bij knopen terecht. Die ogen heel simpel. Een knoop is een knoop, zei hij ook wel, maar het is heel knap om te maken. Je ziet ook echt heel goed hoe hij kan toveren met materiaal erin. Nou, de tentoonstelling heet Along Homecoming. En dat heeft ook wel te maken met Tajiri als Japans-Amerikaan. Die ondervond wel veel discriminatie in Amerika in verband met Pearl Harbor en de Tweede Wereldoorlog. Hij had wel gevochten voor de Amerikanen, voor de bevrijding van Europa. Hij is daar verwond geraakt. Maar als hij weer terug gaat naar Amerika, kan hij daar niet echt settelen. Via Amsterdam komt hij dan in Baarlo te wonen. Maar daar wordt hij ook niet gelijk welkom ontvangen. Hij is natuurlijk Japanse uiterlijk. Tweede Wereldoorlog heeft Nederlanders en mensen in Indonesië best geleden onder Japanners. Pas in de jaren 2000, nadat hij meer dan 40 jaar hier in omstreken gewoond had. Met een grote openbare opdracht om 4 kolossale krijgersculpturen op de Maasbrug te maken. En die zijn ook toen met echt groot feest geopend. Koningin Beatrix was erbij om het lint te knippen. Eén groot feest. En toen zei hij ook, van, ja, nu voelt het echt een beetje als toch een soort thuiskomen. Dus dat heeft even geduurd. Hi. Zo, en wilt u nog komen naar de expositie hier in het Museum van Bommel van Dam? Dat kan nog tot 22 maart. Bedankt voor uw aandacht en graag weer tot volgende week.